De regering heeft de plicht erop toe te zien dat er adequate controle wordt uitgevoerd bij opvanginstellingen om de veiligheid van kinderen te garanderen. Dit zegt psycholoog Harry Moongra tegenover het SDVS-journaal. Volgens hem moeten de controlemechanismen worden opgevoerd ter ondersteuning van de bestaande wet- en regelgeving. Hoe zit het met de preventieve maatregelen die men niet neemt? Want je zou alle tehuizen regelmatig moeten controleren, personeel. De bevoegde instanties zouden moeten invallen tij on tij. De mensen screenen, en dat kan best via psychologisch onderzoek. Waar is hij meer op weer gericht? Op hetzelfde geslacht? Dat soort dingen kunnen allemaal. En dingen bespreekbaar maken. Je zou bijvoorbeeld op een persoonlijk niveau, een van die niveaus is van, wie brengen we naar binnen? Welke leider brengen we naar binnen? Hoe volgen wij ze? Welke gesprekken hebben wij? Een tweede niveau is van het niveau van de controle van de overheid. De overheid heeft de plicht om onze kinderen te beschermen. Want die kleine jongens die daar zijn misbruikt, die zijn als ze niet worden behandeld voor de rest van hun leven getraumatiseerd. Onlangs is de samenleving opgeschrikt door het geval waarbij 11 jongens zijn misbruikt in een opvanginstelling. De vermoedelijke dader is een 21-jarige man die neef is van de eigenaar. Volgens Moongra is het van belang dat de slachtoffers en de dader begeleid worden. We moeten alvast die dader, dat doet even afzonder van die kinderen. Want op de Tjeshama Alalezi wordt dat iedere keer, hoe noemen we dat, secundaire victimisatie. Alalezi, de dader moet je ook begeleiden. Die dader alleen stoppen in de gevangenis Santa Boma is zinloos. Tamande, hij moet leren verantwoordelijkheid hebben. Hij moet met zijn seksualiteit leren omgaan. Hij moet zijn bevrediging leren uitstellen. Dus je moet een traject hebben waarbij je die mannen pakt even. Bijvoorbeeld, in sommige landen worden daders verplicht te begeleiden. Je kan niet zeggen, nee, meneer go. En dat moet bij wet regelen. Iedere dader die zich schuldig eraan maakt, moet verplicht worden begeleid gedurende een periode. En daarna zou je een aantal dingen, bijvoorbeeld proefvakantie, proefverlof, om hem te volgen. En ook verbieden, en dat mag iedereen weten, is Engeland, om te gaan naar bibliotheken waar kinderen komen, speeltuinen waar kinderen komen, dat soort instanties. Dat moet je verbieden.